Nou, achter mij staan de studenten van D-Shoes en Made for Walking uit Hanoi. Ze hebben 3 weken aan een project gewerkt om orthopedische slippers te maken voor mensen hier met lepra. En die zijn ze nu aan het passen hierachter. Dus het is een heel spannend moment voor de studenten en natuurlijk ook voor de patiënten. The shoe a little bit small. In this case, we just make the slipper for the patient. So in here, we follow the patient foot, and we make a room for the foot, so it fit exactly on the patient foot. The teacher said that we have to redo the weight to the room, so we have a little bit make go to the media side a little bit. Wow.